Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator nummertje 17. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk lekker verder waar we zijn gebleven. Ik heb er behoorlijk veel zin in, ik hoop jullie ook. Laten we gewoon lekker beginnen. Het komt wel helemaal goed. Ja, goed. Ja. Goed. We moeten even wachten, dat is altijd zo. Dit duurt altijd heel lang en daarom... Start ik hem alvast en dan begin ik alvast mijn intro te doen, mijn eigen intro. Ik bedoel, niet de intro die ik heb zelf. Die moet ik ook nog zelfs een keertje gaan maken. Ik hoop dat binnenkort. Ja. Wij moeten nog van alles gaan verkopen, maar... Wij moeten deze nog... Ik wil namelijk ook van alle silo's dat die wel zo'n beetje leeg zijn. Ik moet een paar keer op en neer rijden, ik weet het. Maar dat is geen enkel probleem. Dat gaan we in ieder geval vandaag doen. Sowieso. Ja. Het loopt helemaal leeg. Zo. Kopen we die natuurlijk. Ja. Ik hoop dat hij niet te hard staat, want ik geloof dat hij wel echt hard staat. Maar ja, ik kan er helaas niks van maken. Aflevering 6 is het alweer. We zijn over 3 weken bezig met deze serie. Op zich is dit best wel een leuke game, moet ik zeggen. Maar je moet het wel niet te vaak doen. Ik denk dat dit... Ik zit echt te twijfelen. Moet dat wel, moet dat niet? Want ik zit ook echt te denken van dat ik misschien beter leuke series kan gaan doen in plaats van minder leuk dat ik bijvoorbeeld maar 1 of 2 keer in een week komen. Ja, dat is niet echt tof. Ik moet natuurlijk wel, want 1 keer in de week een serie van maken is niet echt heel tof. Kijk, FIFA 19, kijk, dat begrijp ik. Maar Farming Simulator is niet echt een game die ik natuurlijk wil blijven doen. Dus ik zit te twijfelen om dit er ook te laten stoppen. En ik ben weer verkeerd gereden. Ja, want ik zit te twijfelen om dit te laten stoppen en Poison Architect te laten stoppen. Dan 1 goede, nieuwe, verse serie terug te doen. Om echt een goede te doen. Dat we echt 4 goeie hebben. Dus hebben we de nieuwe serie gehad. Dan.
FIFA 19. Forza Motorsport 7. En Minecraft. Oh ja, Minecraft natuurlijk. Ik werk nu 5 keer in de boom. Dus. Ik zit er echt aan te twijfelen. Moet ik ermee stoppen of niet? Dan laat ik ook sowieso binnenkort die proeven maken. Wat voor series ik het allerleukste vind. Misschien is dit niet. Even kijken. Ik geef eruit, komt even op nu terug. Op zich moet ik eerlijk, ik mis het een piep klein beetje wel. Maar ja, GTA 5, we hadden ook niet echt veel toen met 3 keer in de week, dat is een beetje erg veel. En 1 serie om 1 keer per week te laten draaien is niet echt tof. Kijk, 2 of 3 keer in de week, dat gaat. 3 keer in de week is prima, 2 keer is wel weinig. Maar het is wel fijn. Die zijn van nu moet de farming simulatie ook laten stoppen of niet? Waar de fuck ga ik naartoe? Ik ben echt aan het twijfelen. Ik ga binnenkort even een pol gaan maken. Ik denk dat ik dat gewoon vrijdagavond ga. Oh, er zit nog wat in. Nee, ik wil ze vroeg weg. Die staat wel op nul. Zie je dat? Dus het komt goed. Kijk, er staat nog wel op zonnebloem. Ik zat echt te denken van, moet ik het wel doen of moet ik het niet doen? Ik weet het niet. Misschien wordt ook, we hebben nog sowieso volgende week nog. En dan ga ik echt denken. Is die ene nog niet klaar, joh? Klopt niet. Niet. Wat? Klopt hier niet. Iets wat een fout aangeeft.
komt wel wat uit. Waar ben je heen gegaan, vriend? Waar de fuck is hier naartoe gegaan? Zijn klaar. Goed. Wat is er überhaupt aan de hand? Ik weet het niet wel. We kunnen even... Rinko? We hebben zo'n 1. 8000. Garage. Die. Goed. Dan gaan we die maar verkopen. 2000. Ja, verkoop maar. We moeten eigenlijk 19 hebben. Er is zo'n enorme voertuig op, hè? Die staat daar. Waarvoor hoort die eigenlijk hier? Dus. Die gaan we ook verkopen. Als het goed is. Precies. Nu werkt hij. Ja, want het stond eerst niet. En hier stond ook eerst zo'n aanhangwagen zo pak. 26. Ja. We kunnen ook deze kopen. Gewoon kopen. Donkergroene? Ja, je koopt maar, ja. Goed, dan moet ik hem even ophalen. Bij de winkel is gewoon ook naar rechts en dan toe. Ja, ben je hem achteraan. Zijn man. Hey, kom jij eens hier?
Wel goede toeter. Ja. Ik ga binnenkort zo snel mogelijk een poll maar eens aanmaken. Ja. Welke game eigenlijk leuk is. Maar twee keer in de week. Is natuurlijk prima te doen. FIFA niet, de Ultimate Team is ook prima te doen. Twee keer in de week denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Maar dit was een serie voor... Dat het ook niet al te lang doen, want... Ja, we moeten gewoon even kijken. Wat we gaan doen. Het beste is gewoon 4 series. Te laten draaien, denk ik. Ik weet niet. Nou goed, wat eigenlijk. Want we hebben er nu 5. En nu gaat sowieso eentje weg. Dus dat betekent dat ik misschien nog een serie erbij moet zetten. Ja, of dat juist gewoon één keer in de week te laten. Dus ik denk niet dat we er helemaal mee gaan stoppen, jongens. Ik denk wel dat hij blijft komen. Ah, kijk, die is veel groter. Zeg eens een grote ding, ja, ik ben er blij mee. Goed, dus ik denk niet dat we helemaal mee gaan stoppen met de Farm Simulator 17. Ik denk van niet. Ik heb voor 19 Ultimate Team, dat blijft. Maar ik denk dat ik sowieso even moet gaan verplaatsen. Dat we het ook niet door gaan rijden. Maar kan ik dit ook gewoon zelf gaan oogsten? Dat niet de boer... De... Oh, ik dacht dat ik dit nu jat. Jongens, we gaan hem hier neerzetten. We moeten toch even wachten tot de oogst helemaal klaar is. Kijk, ik ga het in ieder geval hier zo bij laten, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor een like. En tot dinsdag dan maar weer, jongens. Mazzel!